ongemeld crimineel. In de klas zou vandaag een nieuwe leerling komen. Vandaag krijgen we een nieuwe jongen in de klas. Vinden jullie dat leuk? Nee. Ik vind het wel leuk, maar hij is er nog niet. Maar hoeft hij ook niet te komen hoor, juf. En daar is hij dan. Oh, daar is hij al. Kom maar binnen. Oké. Okay. Hoi, ik ben Jeroen. Hoi, Jeroen. De klas reageert erg kil. Jeroen voelt zich hierdoor niet op zijn gemak. Hé, dit is ons nieuwe slachtoffer. Een paar kinderen zijn niet van plan met de nieuwe leerling. Het is allemaal niet zo boeiend. Kunnen we nou beginnen met de dag? Doe nou eens wat aardiger tegen de Jeroen. Jeroen voelt zich niet welkom en denkt meteen aan zijn thuissituatie. Hoi. Even opschuiven. Opschuiven, ja, ik was er ook bij. Hoe was je dag? Heel erg leuk. Wat veel meegemaakt, lekker bouwen, heel erg leuk. Jeroen wordt heel erg genegeerd door zijn ouders. In de pauze zit Jeroen helemaal alleen. Ah, ik wil ook meespelen. Een groepje kinderen loopt op hem af. Ze gaan dreigend voor hem staan. Ben jij een beetje stoer? Weet ik niet, hoezo? Als je stoer bent, dan mag je bij ons clubje. Wil je bij ons clubje, of niet? Ja, misschien wel. En als je niet doet wat we zeggen, dan schoppen we je eruit. Jeroen geeft toe en gaat bij het clubje. Al is hij er niet helemaal blij mee. Oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Goed dat je bent gekomen. We zijn niet van plan vanavond. We gaan vandaag de juwelier beroven. Beroven? Ja, beroven. Of ben je daar te bang voor, watje? Wil je niet rijk worden? Ja, oké, dat wil ik wel. Omdat jij nieuw bent, moet jij inbreken. Tegen de avond, als de juwelier gesloten is, staan ze voor de poort. En snel terugkomen met heel veel juwelen. Huh, kom jullie mee? En als je niet gaat, hè? Hij moet dat helemaal alleen doen. Hij breekt voorzichtig in en probeert zoveel mogelijk te stelen. Buiten wachten ze vol spanning. Oh, het alarm gaat af. Huh? Alarm, inbreken! De criminele kinderen vluchten snel weg als de juwelier achteraan aanzet. Iedereen is blij met de buit. Hé jongen, goed gedaan. Dit smaakt naar meer. De volgende diefstallen volgen al snel. Ja? Nee. Nee. Hey, kom terug! Ja, je moet er rechtdoor en dan moet je linksaf en dan weer rechtdoor. Ja, dankjewel. Oké, ik ga even een foto maken. Hé, hey, Hij is weg! Na een paar straatroven besluiten ze weer een gebouw te overvallen. Nog één grote kraak en dan zijn de kinderen tevreden. Kom weer met veel terug, hè? Jongen, de politie! Kom snel! Hand omhoog, je bent erbij! Jeroen moet voor de rechtbank verschijnen. De ouders van Jeroen zijn hier niet blij mee. Welkom bij deze rechtszaak. Er zijn een paar diefstallen gepleegd. Ja, maar mijn zoon heeft er niks mee te maken hoor. Waarom moet mijn zoon hier nu voor opdraaien? Uw zoon is betrokken bij een paar diefstallen. Ik werd bedreigd. Wie bedreigt jou dan? Het hele verhaal wordt verteld en de rechter begreep dit inmiddels. Ik zie dat de ouders hier ook mee te maken hebben. De ouders voelen zich schuldig en verantwoordelijk. Dat was mijn uitspraak en daar moet je mee doen. Omhoog. Meekomen. Blijf staan. Door de rechtszaak worden de criminele kinderen allemaal opgepakt. Ze moeten in de jeugdgevangenis. Meekomen. Hé, hey, wat doe je nou? Weet je wat tegen wie je hebt? Ja, jongen. Jeroen gaat weer terug naar zijn oude woonplaats, waar al zijn echte vrienden zitten. Kom, papa en mama, we gaan naar huis. Yep. Ja.